Oh, lekker. Dankjewel. Hallo. Oh, wat nou, kijk eens. Liewe van Gogh krijgt vandaag van dit elfje voor zijn 31ste verjaardag een wel heel bijzonder cadeau. Echt super vet, jongen. Dankjewel, guys. Echt, het is voor jou. Ja, nee, fucking gruwelijk. In zijn eigen Van Gogh-glossie staat zijn leven en zijn werk centraal. Getekend als strips. Liewe, gefeliciteerd. Thanks, maar jij ook gefeliciteerd. Je bent ook jarig, toch? Ja, zeker. Kijk, we zijn allebei jarig. Fucking vet cadeau, man. Kijk eens, ouwe. Oh, het is toch wel een soort van bucketlist ding om jezelf als soort van om jezelf in stripvorm natuurlijk te moeten zien. I don't know, man. Ze hebben de neus ook echt spot on, is helemaal gelukt alles. Alleen de gingerbaard heb ik, want je ziet in meerdere strips dat mijn haar oranje is gemaakt. Daar heb ik wel enigszins mijn bedenking over. De zoon van Theo van Gogh en verre nazaat van Vincent met diezelfde achternaam stond jaren geleden nog in de keuken. Tot hij in 2018 als kunstenaar begon. Stripglossy besloot na het zien van zijn expositie om dit blad deze keer aan hem te wijden. We hebben ook nog een stripglossy gemaakt met Peter de Vries, maar ook met André van Duin. En die mensen hebben allemaal iets wat heel veel mensen grijpt. En dat had ik bij Liewe ook, zoals zijn kunst, maar ook de persoon. Ja, er staan twee andere familieleden in ook natuurlijk. Hoe kijk je daarnaar? Ik ben echt brak als een aap, man. Dus ik had je graag echt een hele in-depth alles willen uitleggen waarom het allemaal zo vet is. Maar het is vrij vroeg nog en ik ben vrij laat gaan slapen. Theo van Gogh is eerder ook verstript door Erik Schreurs. Nou ja, die staan er dan ook in. Dat is een soort tribute aan Liewe, aan zijn vader. Dit is de speciaal voor Liewe gemaakte manga door een echte Japanse... Mangaka. Vanaf jonge leeftijd vond ik, begon met Dragon Ball, maar toen vond ik dat als gewoon. En vanuit daar ging het liep het alleen maar verder uit de hand. Dus ja, man. En komt dat ook terug in alles wat je maakt? Nou, ik ben niet zo goed in manga tekenen, maar het zit er enigszins wel in verwerkt. Het is ook schitterend werk, dit. En waar die strip komt te liggen? Er is voor niks een plek, omdat er echt overal één grote tyfus zo is. Maar we gaan vast wel dit ergens op een plank of een poef leggen of zo. Een mooie plek ervoor.